De Partij voor de Vrijheid is cultureel rechts, maar economisch links. Linkser nog, dan moet je echt je best doen. Linkser nog dan Emiel Roemer. Het probleem is alleen, daar klopt niks van. Want als je kijkt naar hoe de PVV stemt in de Tweede Kamer, dan zie je dat de partij economisch vaak nog rechtser stemt dan de VVD. En dan moet je echt je best doen. Punt 5 van het PVV-verkiezingsprogramma is lekker bondig. Huren omlaag. Toch stemde de partij de afgelopen 4 jaar tegen 3 moties en wetsvoorstellen die precies dat beoogden te doen. De PVV was tegen het bevriezen van huurverhogingen voor minima, tegen het beperken van huurverhogingen in zijn algemeenheid en tegen een nieuwe, lagere berekeningsmethode voor huurverhogingen. Als je een eigen huis hebt, dan zit je wel lekker bij de PVV. Een paar jaar geleden wilde de partij nog de hypotheekrenteaftrek in ere herstellen en stemden ze tegen een motie om de aftrek te beperken voor de rijkste Nederlanders. Voor de goede orde, meer dan de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de rijkste 20% van de Nederlanders. Dan de werkzekerheid. De PVV komt op voor de belangen van de werknemer, zegt ze. Werknemers zijn geen wegwerpservetjes. Sympathiek, maar intussen wil de partij een gigantische bron van zekerheid, de CAO, op losse schroeven zetten. Van de PVV mogen werkgevers namelijk CAO-afspraken negeren. Dat zijn afspraken over werktijden, salaris, vakantiedagen, pensioenregelingen, veiligheid, ontslagregelingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof, kinderopvang en scholing. En als het dan misgaat, beland je bij een ander paradepaardje van de PVV. Sinds 2015 moeten gemeenten hun werklozen dwingen een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. U mag raden wie die tegenprestatie mogelijk heeft gemaakt. Ja, de PVV, toen ze het kabinet Rutte 1 gedoogden. Het resultaat, voormalig basisschoolleraren die in Rotterdam in oranje hesjes de straten vegen. De PVV vindt het prachtig. De lokale Haagse PVV-fractie wil nu werklozen bijvoorbeeld dwingen in kassen te werken. Doen ze dat niet, dan raken ze hun uitkering kwijt. Werklozen moeten dus keihard aangepakt worden. Of nou ja, niet alle werklozen. De PVV stemde onlangs namelijk tegen een voorstel om politici met een wachtgeldregeling te dwingen tot een tegenprestatie. Natuurlijk, de PVV is niet op alle economische dossiers rechts. Maar een partij die cao's wil afschaffen, die hypotheekrenteaftrek wil behouden en werklozen aan het werk wil pesten, zo'n partij kun je niet links noemen.